Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery podcast. Wat leuk dat je weer luistert en heel hartelijk welkom bij een kakelverse aflevering van onze podcast. Ik ben hier natuurlijk met mijn collega Sjane. Hi, Jan-Peter. En Sjane, we hebben een gast in ons midden, naar wie we al heel lang uitkeken. Heel hartelijk welkom aan Helene Prakke. Woehoe! Hey, nou, leuk om er te zijn. Voor die mensen die haar nou nog net niet kennen, ik zal je even introduceren, Helene. Helene, jij bent vroeger heel lang de HR-directeur van Manpower Nederland geweest. Ja. En jij bent al heel lang, heb je heel veel kennis en expertise op het gebied van talent en talentontwikkeling. Daar hou je nationaal en internationaal mee bezig. Op dit moment ook als executive coach en als senior advisor. Jij en Sjane kennen elkaar ook al een tijd, hè? Jullie hebben samengewerkt vroeger. Ja, ik was de L&D-manager en Helene was mijn directeur, mijn HR-directeur. Ja. Leuk dat je er bent, Helene. We gaan het in deze podcast hebben over jouw expertise, over iets dat super relevant is in de wereld van learning and development, over talent. Wat is het wel, wat is het niet? En we gaan ons focussen op de volgende aspecten. Wat ga je horen in deze podcast? Nou, jullie hebben een duidelijke mening over wat mag je niet meer zeggen? Wat zijn de denkfouten over competenties en talenten? Oeh, ja. Ja. We gaan het ook hebben over, wat is dan een talent? En vooral ook, hoe kom je er nou achter? Of je zelf een talent hebt? Of mensen in je groep of in je organisatie of die een talent in hebben? En, ook wel een interessante, wat doe je nou als iemand ergens geen talent voor heeft? Of als je zelf ergens geen talent voor heeft? Wat dan? Dan moet je het niet fout doen. Dus daar gaan we induiken. Ja, en we zeiden al, jullie hebben lang samengewerkt. Dus Sjane, volgens mij is Helene ook wel een voorbeeld voor jou. Ja, zeker. Zij is mijn grote heldin. Kijk, dus als we het hebben over talentontwikkeling, wat heb jij van Helene geleerd? Oh ja, wat niet. Maar het feit dat ik boeken kan schrijven nu, dat komt echt door Helene. Dat is ook waarom ik mijn allereerste boek aan jou heb opgedragen. Wat Helene namelijk deed, is ik was L&D-manager en Helene was HR-directeur binnen Manpower. En wij hadden samen wilde plannen om de wereld een stukje mooier te maken. En wat er dan vaak gebeurde was dat Helene, die ging dan natuurlijk met de directie in gesprek. En ik was altijd, als ik met de directie in gesprek was, ik moest er altijd van huilen. Ik vond het altijd afschuwelijk, al dat kritische gedoe. Laten we nou toch eens blij zijn. Helene kon dat echt als geen ander. Maar dan moest ik natuurlijk van tevoren mijn ideeën, mijn wilde plannen op papier zetten. En ik zat echt een soort toen nog in het standje. Het gaat om mijn intentie. Als je die nou gewoon even eruit haalt, dan is alles heel goed wat ik opschrijf. En Helene dacht, ja, dit stuk gaat naar de directie. Er klopt geen donder van. Dus Helene had een fameuze rode pen. En met die pen werd dan mijn hele stuk bekrast. En ik kwam natuurlijk binnen al met een soort open wond en keek naar hoeveel krassen er nu alweer stonden en naar die rode pen. En daardoor werd ik steeds beter in ook op papier kunnen beredeneren waarom doe ik wat ik doe, waarom vind ik wat ik vind, wat is daar de onderbouwing van. En dat heeft mij ongelooflijk veel opgeleverd. Dus Helene en haar rode pen ben ik voor eeuwig dankbaar. Nou, heerlijk toch? Ja. Die hebben dus misschien wel bijgedragen aan deze talentontwikkeling voor jou. Zeker, ja, zeker. Hè? Ja. Over talent gesproken, dat is het hoofdonderwerp van deze podcast. En jullie hebben er superveel ervaring in, hebben heel veel onderzoek naar gedaan. En jullie horen veel mensen praten over competenties en talent. En ook volgens mij wel mensen die het daar niet goed over hebben of daar misvatting over hebben. Dus hoe zit dat? Ja, dat wil ik wel als belangrijkste aan jou voorleggen, Helene. Ik zie heel veel organisaties die vroeger hadden ze een soort functieprofiel en dan moest er enorm gemeten worden of ze succesvol waren. Dat is een lange tijd geleden. Toen kwamen er op een gegeven moment van, nou, deze dingen moet je allemaal doen. En toen kwamen er op een gegeven moment competenties op. En die competenties die hebben ze dan een tijd gehad. En om dan nu modern te zijn, pakken ze eigenlijk hun oude documenten en zetten daarin, vervang, klikken ze aan. Ja. En dan vervangen ze het woord competentie door talent. Waardoor ineens iedereen allemaal talenten heeft. Iedereen is ook vaak een talent. We zoeken een talent. Dus je bent dan een talent, maar heb je dan talent? Ik vind het heel raar in een ratje toe worden. Ja. En ik wil heel graag jij als talentexpert, doe eens even jouw visie daarop. Nou, ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die het wel goed doen. Maar ik ben het helemaal met je eens. Je ziet nog heel vaak het woord talent staan als er eigenlijk gewoon competentie zou moeten staan. Ja, dan bedoel ik dat ze het woord talent gebruiken, maar er staat eigenlijk een competentie. Ja, precies. Ja. En het grote verschil is dat een talent een
aanleg is om iets goed te kunnen. Mm. Dat is een aangeboren vermogen, mm, wat in je zit om iets te kunnen. Ja. Een competentie is iets wat je kan. Ja. Dat is eigenlijk gewoon een optelsom van vaardigheden, van kennis hebben, van de juiste houding en gedrag hebben om dat ook te kunnen. Ja. Dus dat betekent, ik kan iets. Ja. Maar dat je iets kan, wil nog niet zeggen dat je talent hebt. Voor dat? Voor datgene. Ja. En als je talent voor iets hebt, wil het ook niet zeggen dat je het al fantastisch kan. Dus je moet die twee gewoon niet door elkaar halen. Okay. Het is wezenlijk wat anders. Ja, dus daarmee bedoel jij, als ik het goed begrijp, dat een competentie is wat je al kunt laten zien. Die is een soort observeerbaar. Ja. Ik ben competent ergens in. Dan zegt iemand, nou, doe dat dan maar even. En dan doe ik het. En dan zie je, die kan dat. Ja. En dan zou het dus zo kunnen zijn dat iemand anders die heel veel talent ergens voor heeft, nog niet op mijn competentieniveau zit. Dus als die hetgene waar ik de competentie voor heb, dat zou doen, zou die het misschien minder goed doen, terwijl daaronder heel veel talent zit. Exact. Wauw. Ja, zo is het. Okay, en dus, dan kan het best zijn dat een week later diegene die, waarvan ik nog niet gezien had, in één keer die ander volledig voorbij streeft in de manier waarop hij iets kan. Oké, ja, omdat hij zoveel aanleg heeft om het heel goed te kunnen. Ja. Zet je daarmee talent dan altijd af tegen de gemiddelde mens? Ja, talent zet je wel af tegen anderen. Ja. Dus als je bijvoorbeeld over talent spreekt, dan spreek je over een grote aanleg om iets te kunnen. Mm. Nou, je kunt minder dan anderen een aanleg hebben om iets te kunnen. Ja. Je kunt een beetje net zoveel aanleg hebben als anderen om iets te kunnen. Ja. En je kunt gewoon heel veel meer aanleg hebben om iets te kunnen. Dan heb je gewoon talent. Ja. Maar dat talent is altijd ten opzichte van een ander. Ja, ja, dus als ik superveel talent ergens voor heb, dan betekent het waarschijnlijk dat ik daar sneller heel veel beter in word dan de gemiddelde medemens. Zeker, ja. Ja. Wat cool. Is een talent dan onzichtbaar totdat het een competentie wordt? Nou, ik denk dat je het eigenlijk zo kan zeggen. Een talent bepaalt eigenlijk hoe goed je in een competentie kan worden. Ja. En een competentie is over het algemeen wat je kunt zien. Maar laten we even zeggen dat een inlevingsvermogen een talent is. Mm. Ja, je kan het ook in die zin wel een beetje zien. Je kunt het in de gaten hebben of iemand dat heeft of niet. Dus het is niet per se dat het volledig onzichtbaar is. Nee. Alleen als het talent inlevingsvermogen is, dan kun je dat op een heleboel manieren inzetten voor een heleboel competenties. En het is niet altijd helemaal duidelijk welk talent ergens onder ligt. Als je kijkt naar wat iemand kan, dan moet je verder kijken. Ja, want het vermogen voor een ober om snel een tafeltje op te nemen, hè, dus wat ze de bestelling op te nemen, dat heeft met allerlei talenten die daar al dan niet onder liggen te maken. Zeker, ja. Ja, ja, als je bijvoorbeeld kijkt, even iets voor in een organisatie. Ja. Iemand die bijvoorbeeld heel goed kan presenteren. Ja. Dat kun je zien, hè. Iemand heeft een goed verhaal, die kan goed articuleren, die heeft een opbouw gemaakt, die heeft een begin en het einde. Die gooit er nog eens even een grapje in om de zaal een beetje wakker te houden. En die lijkt ook aan te voelen wanneer dat grapje net moet of zo. Nou, dat wou ik nou eigenlijk precies gaan zeggen. Oh, sorry. Want je kunt dus heel goed presenteren. Ja. Je kunt de capaciteit hebben om dat te kunnen. Ja. En dan kan je toch denken, en toch mist er iets niet. Mm. Toch is of mist er iets wel eigenlijk. Ja. Hè? Toch heeft hij iets niet. Ja. En dat kan hem erin zitten bijvoorbeeld dat iemand geen inlevingsvermogen heeft. En daarbij dus niet kan aanvoelen als hij halverwege zijn verhaal gewoon die halve zaal al lang verloren heeft. Ja. Of als hij een grapje maakt wat net even niet lekker valt, zoals jij net zegt. Mm. Dus dat onderliggende inlevingsvermogen maakt, word jij nou een oké presentator? Kan je je verhaal een beetje aardig overbrengen? Ja. Of word jij nou iemand die een hele zaal met zich meebrengt en waar iedereen geïnspireerd wegloopt en denkt, wauw, wat jammer dat het al afgelopen was. Ja. Dus dat is het verschil tussen kunnen en iets briljant kunnen, omdat er een talent onder ligt. Ja. Dus het, ja. Oh, ja. Dus JP, het, als je er geen talent voor hebt, dan zit er dus een grens aan in hoe goed je erin kunt worden. Exact. Dus competenties zijn heel duidelijk ontwikkelbaar, talent is ontwikkelbaar, maar talent is een soort accelerator van je competentie? Ja, zo zou ik het willen zeggen. Talent zelf zou ik niet ontwikkelbaar noemen. Je hebt het of je hebt het niet. Je hebt een aanleg om iets te kunnen of die grote aanleg heb je niet. Ja. Maar als je die aanleg hebt, dan kun je daarmee steeds beter worden in die competentie. Als je die aanleg niet hebt, dan wordt het best een beetje lastig om daar goed in te worden. En het is nou juist zo jammer eigenlijk dat nog steeds heel veel mensen en organisaties zich enorm
blijven concentreren op datgene wat iemand niet kan. Mm. Zonder even te kijken, heeft iemand daar misschien eigenlijk wel talent voor? Ik vond het zo'n mooi verhaal, dat hebben wij wel eens gesproken, Sjane, van Mark Lammers. Dat was de coach van Nederlands Dames Elftal Hockey. En dat ging over Sylvia Karras, speelster van hem. En Sylvia Karras had een talent om de bal aan te nemen op de backhand. Ja. Dat is niet goed. Die had een talent om de bal aan te nemen op de voorhand. Die had juist geen talent om die bal aan te nemen op haar backhand. Ja. Maar ze werd nou juist voortdurend aangespeeld op die backhand. En ze scoorde ook nooit. Nee. Dus Mark Lammers dacht, ja, als we haar voortdurend aanspelen op die backhand, moet ze wel beter kunnen. Ja. Want dan wordt het niks, scoort ze niks. Verbeter die backhand. Verbeter die backhand, vrouw. Ja. Dus hij nam die vrouw mee en ging daarmee trainen, oefenen. Ook team erbij. Op die backhand, jongens. En dan moet ze beter kunnen. Op de backhand. Alles op de backhand. Maar wat gebeurde er? Helemaal niks. Ja, er gebeurde wel wat. Het zelfvertrouwen van Sylvia Karras daalde of tot een nulpunt. Ach. Er gebeurde helemaal niks meer. Totdat Sylvia Karras op een gegeven moment zei, maar jongens, waarom wachten jullie niet even totdat ik in dat centrum sta? En waarom spelen jullie mij dan gewoon niet aan op mijn voorhand? Ja. Want dan kan ik die bal namelijk richting geven. En dan kan ik wel doelpunten maken. Nou, dat gingen ze dus doen. Moesten ze heus nog een heleboel voor trainen, hoor. Want je komt er niet zomaar. Maar dat mens ging natuurlijk scoren als een malle. Ja. Dus dat. Dus inderdaad, door gewoon te denken, door niet te investeren in datgene wat zij niet kon en waar geen talent onder lag, maar te investeren op datgene waar zij bijna wel briljanter in was dan de rest van het team samen misschien wel. Ja. Omdat daar talent onder lag, ging zij ineens als een malle succesvol zijn. Dat. En ook meer zelfvertrouwen en blijer worden. Dus met andere woorden, kijk altijd als je wil weten of iemand wel of niet iets kan of daar beter in zou kunnen worden, zit daar iets van aanleg achter. En ga anders je tijd en je geld en je budget daar niet in stoppen. Zonde. Ja, nou is dit natuurlijk wel heel makkelijk gezegd. Want zit je in zo'n organisatie, je hebt maar geld voor 3 mensen. Ze moeten eigenlijk gewoon alles kunnen, want als er eentje ziek is, is ook. Dus ja, hoe gaan we hier dan mee om? Juist, Sjane, want wat een interessante vraag is hoe kom je er nou achter of je een talent hebt bij jezelf, maar ook als L&D'er of als manager bij mensen in je team of in je groep. Hoe ontdek je dat nou? Dat vind ik echt een hele goeie. Helene, hoe kom je nou achter of je zelf ergens talent voor hebt? En ook of anderen ergens talent voor hebben. Je hebt iemand die niet functioneert of juist wel functioneert. Hoe ga je daarmee om? Nou ja, als ik heel eerlijk ben, dan is de allermakkelijkste manier wel om daar een assessment voor te doen. Ja. Je hebt hele mooie tools die op basis van je persoonlijkheid precies kunnen aangeven, hier moet ergens een aanleg voor iets zitten. Dus dat zou natuurlijk aardig zijn, maar niet iedereen heeft natuurlijk altijd de mogelijkheid om zomaar een assessment te doen. Ja, dus misschien is het wel helemaal geen makkelijke manier. Nou, het is een makkelijk antwoord, maar het is geen makkelijke manier. Ja. Maar je kan ook heel goed zelf, door jezelf vragen te stellen, en dat kan een ander ook voor jou doen en met jou doen, daar een beetje achter komen. Mm. En dan zou ik altijd beginnen met de vraag, wat kan ik nou heel goed? Ja. Dat is nog niet het talent, hè, maar wat kan ik nou heel goed? Dat is een goede beginvraag. Ja, en dat zou ik niet alleen aan jezelf vragen, want wij hebben een beetje 2 problemen als mensen. Soms lijden we aan overschatting, maar juist als iets een talent is en iets als vanzelf komt, dan kan het ook wel eens zijn dat je eigenlijk helemaal niet in de gaten hebt dat het zo bijzonder was. Ja. Dus vraag het ook aan anderen. En stel dat je nou bijvoorbeeld zegt, oké, ik kan heel goed bemiddelen. Als ik ergens kom en de mensen hebben ruzie of confrontatie, stuur mij erheen en binnen 5 minuten houden we weer allemaal van elkaar. Mm. Dan ga je dezelfde vraag stellen, of aan jezelf de vraag stellen, waarom kan ik dat nou zo goed? Mm. En dan ga je net zo lang waarom vraag stellen, totdat die eigenlijk niet meer heel erg logisch is. Okay. Dus bijvoorbeeld, ik kan heel goed bemiddelen, omdat ik altijd heel goed partijen kan helpen om elkaar te begrijpen. Mm. Oh, nou, waarom kan ik dat dan zo goed? Ja, omdat ik eigenlijk altijd de perspectieven kan zien van iedereen. Oh, en waarom kan je dat dan zo goed? Ja, dat weet ik niet, dat gaat vanzelf, dat zie ik gewoon. Ik heb gevoelens van anderen heel goed in de smiezen. En ik begrijp ze ook altijd. Ik heb eigenlijk gewoon een heel groot inlevingsvermogen. Mm. Nou, dan kan je niet meer waarom vragen. Ja, kan wel vragen. Waarom heb je dat dan? Ja, weet ik veel. Heb ik gewoon. Dat kwam ineens in me. Ja, maar als je dus tot de kern komt van, ik weet niet waarom ik dat kan, en dat is ook helemaal niet de vraag, ik kan het gewoon. Mm. Ja, dan is dat toch eigenlijk echt wel je talent. Oké, dus je kan het bevragen door eerst te zoeken, waar kan ik het al goed? Maar dan zie je nog niet de talenten die verborgen liggen. Die zouden dan niet naar boven komen. Maar dan ga je van daaruit kijken, en hoe komt het dat ik dat goed kan? En dan ga je kijken naar iets wat misschien niet op heel veel lijstjes staat. Als je een soort competentie.nl, ik weet niet of dat bestaat, hoor, open klikt, dan staan daar geen talenten. Behalve dat sommige mensen dat talenten noemen, maar het zijn competenties. Nou, dat vooral, ja. Dus er staan er heel veel. Ja. Maar je moet weer uitvinden, wat is nou iets wat ik kan, en wat is nou iets waar ik aanleg voor heb? Want is er daar, ik zou dat nog niet kunnen, is er een manier waarop je kunt ontdekken of
als je ergens komt met en iemand komt met een competentie, dan wel talentenlijst. Verschillen die van elkaar? Kun je dat zeggen van nou? Nou, ik denk, als je het een beetje simpel wil zeggen, dan denk ik dat je, als je het verschil kunt maken tussen ik kan iets en ik heb iets, ja, bijvoorbeeld ik kan bemiddelen, ik heb inlevingsvermogen, ja, dan zegt het eigenlijk bijna al dat als je het hebt, dat het in je zit. Ja. Dus hebben en kunnen, als je dat zou kunnen destilleren van elkaar, dan denk ik dat je redelijk kan zien of je goed zit of niet. Ja, alleen als ik dan kijk naar de laatste competentielijsten die ik van organisaties heb gehad, dan is het altijd een mengelmoes. Nee, absoluut. Ja. Maar dat is ook echt, ja, zo. Ja. Wauw. Dus dat moet stoppen. Dat moet stoppen. Juist. Moeten we niet meer doen. En die, wat Sjane noemde het al even, die, de strategie die doet, is uitvragen wat kan je al goed. En die verborgen talenten, is daar dan alleen het assessment voor nodig? Dat is natuurlijk heel lastig. Want als je nooit in aanraking bent geweest met je talent, dan is het heel moeilijk om het te onderkennen. Want dan kun je niet inderdaad uitgaan van de vraag, wat kan ik nou goed? Nee. Want dan kon je het helemaal niet. Nee. Dus stel dat je een ongelooflijk gevoel voor muziek hebt. En je hebt een enorme oog-handcoördinatie. En laten we even zeggen, je zou een talent hebben om piano te spelen. Maar als je nog nooit achter een piano hebt gezeten, dan weet je helemaal niet dat je dat talent hebt. En dan moet je misschien op een gegeven moment wachten tot je in aanraking komt met iets. En dan denken, hey, waarom kan ik dat nou zo goed? Oh, daarom. Ja, en dat zou betekenen dat met dat piano spelen, dat je misschien dus wel heel goed altijd mee kunt fluiten, ja, met de radioliedjes. Ja. Omdat je het onderliggende talent van muziek kunnen horen. Ja. En in dat een soort bijna in je vingerspitsen, ja, gevoel hebt. Ja. Maar dan heb je dat nog nooit kunnen uiten op een piano. Bijvoorbeeld. Ja, het kunnen we een daar beetje een bedrijfspraktisch voorbeeld van vinden? Een ding waar iemand enorm talent voor kan hebben, maar waar die nog nooit, ik kijk jullie alle twee even aan, heel en goed, mezelf ook. Ja. Kunnen we daar een bedrijf praktisch iets van? Want ik denk dat heel veel mensen het vrij makkelijk vinden om, ja, voetballen, klopt, en muziek, ja, als talenten, ja, te bestempelen. Ja. Maar we hebben natuurlijk ook te maken met talenten op de werkvloer. Ja. Kunnen we projecteren bijvoorbeeld op leiderschap? Ja. Leiding geven? Want er zijn natuurlijk veel mensen die worden op een gegeven moment leidinggevende, of die zijn vakinhoudelijk goed. Mm. Terwijl het misschien veel interessanter om te kijken, hè, welk verborgen talent laat iemand zien op de werkvloer die aanduidt dat ze een hele goede leidinggevende zijn. Nou, wat ik daar wel heel goed aan vind, is dat je inderdaad heel vaak ziet als mensen iets heel goed kunnen, dan wordt er vaak gedacht, nou, dat kan die allemaal, die zegt fantastisch, weet je wat, we laten hem een stap maken, dan wordt hij leidinggevende. Ja. Maar het feit dat je heel goed kan wat je moet doen om een hele goede medewerker in iets te zijn, wil totaal niet zeggen dat je ook maar enig sjoeg van leiding geven hebt. En leiding geven, daar zul je heus wel capaciteit voor hebben die je dan moet leren, praktische vaardigheden. Maar inderdaad, als je een goede leidinggevende wil zijn, dan moet je ergens wel aanleg hebben om mensen te begrijpen, om dingen aan te voelen, om mensen in beweging te kunnen krijgen, om te kunnen inspireren. Er zitten wel dingen in leidinggeven waarvan ik denk, ja, die moet je wel een beetje in je hebben. Ja. Daar wil je wel talent voor hebben. Daar moet je dus wel talent voor hebben. Dus als je iemand op de werkvloer hebt die een soort van nature goed is in beïnvloeden, inspireren, aanvoelen. Wat hebben mensen nodig? Ja, dat is inderdaad een heel goed voorbeeld. Want het feit dat je iets heel goed kan, wil nog niet zeggen dat je daarmee ook een hele goede leidinggevende bent. Want daar heb je weer hele andere talenten voor nodig. Dus ja, precies. Ja, want als ik kijk naar leidinggevende en een van de dingen waarvan ik me altijd een soort afvroeg, hoe kan het toch dat leidinggevenden daar zo slecht in zijn? Dat is dat walk your talk verhaal. Ja. He, dus dan zijn we aan de slag met een organisatie die vindt iets heel belangrijk om te doen. Dan zeggen we, oké, dan moeten jullie ook het goede voorbeeld gaan geven. En dan zijn er leidinggevenden, die hoef je dat eigenlijk niet eens uit te leggen. Want die hebben dus een talent, denk ik nu. Die voelen aan, als ik dit nu doe, dan ondergraaf ik, dan schop ik de poten onder de stoel die we aan het bouwen zijn vandaan. Ja, exact. En dat gevoel van weten, als ik dit doe, dan is het niet goed. Dat is talent. Dat is het aanleg hebben voor het aanvoelen van anderen. Ja. En het aanvoelen van de impact van je eigen doen. Ja. En dat, als iemand dat niet heeft, wordt het vrij, dan kan hij wel mechanisch leidinggevende worden. Maar dan denkt hij van, nou, maakt toch niet uit wat ik deed. Ja, dat komen we best vaak tegen. Dus al die bedrijven die investeren in bijvoorbeeld in leiderschapstrajecten, als je een vakinhoudelijk expert hebt, jij wordt nu leidinggevende, maar ook op al die andere gebieden, dat investeren in kijken of je er talent in zit, terwijl het er misschien niet in zit, is eigenlijk doodzonde. Verspilde tijd energie. En energie. Ja. Ja, ik denk dat je
competent mensen dus wel iets competent. Ik denk dat iedereen altijd iets kan leren en competenter kan worden. Wij roepen niet voor niets 86 miljard hersencellen onder de motorkap. Dus je kan echt wel beter worden ergens in. Maar wat we dus nu zeggen is, ga niet investeren in dingen die niet goed zijn. En ik denk ook dat veel organisaties daar langzaam in wakker aan het worden zijn. Want ik denk dat heel veel dingen die we vroeger moesten kunnen, dat die in de toekomst waarschijnlijk minder belangrijk gaan zijn. Hè, dus alles wat we op een platform kunnen doen, dat gaan we op een platform doen. Hè. Ik werk veel met ING en bij ING zie je dat ze nu heel goed moeten worden in het uitleggen hoe mensen zelf digitaal iets kunnen. Ja. En dat dat dus betekent dat de vragen waar ze normaal massaal voor naar het kantoor kwamen, dat die vragen, dat eigenlijk het antwoord is, dat kun je zelf. En ik ga het je leren. Ja. Dus dat ineens de competentie goed kunnen uitleggen. Dat sommigen daar talent voor hebben en die dit ontzettend leuk vinden. En anderen zitten een beetje, nu moet ik anderen gaan leren hoe ze het zelf kunnen, terwijl ik het zelf zo leuk vond om het te doen. Ja. Absoluut. Ja. Ja. Goed, dat is wel interessant. Ja. Ja, en het mooie is eigenlijk dat als je kijkt inderdaad dat er zoveel dingen die je nu nog moet kunnen, straks niet meer nodig zijn, terwijl je een talent altijd bij je hebt. Kun je altijd inzetten. Het is van jou, je raakt het nooit meer kwijt. En een van de mooiste talenten die je dan hier eigenlijk kunt hebben is leervermogen. Ja. Heel snel jezelf iets kunnen aanleren, kunnen ontwikkelen, iets kunnen toepassen. Ja. Dat is het talent wat je in de toekomst echt wel goed naar moet gaan kijken. Ja, als dat niet in je top 5 van verlangen staat bij het aannemen van iemand, leervermogen, dan heb je eigenlijk wel, dan tenzij je denkt, mijn business blijft altijd hetzelfde, dan heb je wel een groot probleem. Ja. Alleen waar ik nog wel nieuwsgierig naar ben, en misschien is het puur semantiek, is talent dan weer iets anders dan een sterk punt? Want dat is ook dat je vaak hoort. Ja, nou, ik zat te denken toen ik dacht van, als je wil weten wat je talenten zijn, zal ik het misschien even hebben over het boek van Buckingham en Clifton. Ja, graag. Maar dat is nou precies wat jij zegt, JP, want dat gaat over sterke punten. En sterke punten zijn eigenlijk talenten in actie. Mm. Daar zit al een stukje vermogen in. Dus als je dan gaat kijken, als je dat boek koopt, dan kan je namelijk een code invullen en dan kan je hartstikke mooie vragenlijsten invullen en flap komen zo de 5 sterke punten eruit die je hebt. Ja. Of jouw 5 sterkste punten. Maar het punt daarvan is inderdaad dat A, het is iets wat je kan en de talenten zitten erin. Dus je moet nog daarna gaan ontdekken en wat is dan die bron daarvan. En wat ik trouwens ook een beetje vind, nou ik het boek toch al genoemd heb. Wij hebben eerder gezegd, talent is, je vergelijkt jezelf met een ander, of je er veel van hebt of niet. En je sterkste puntenboek, dat geeft uit 34 beschreven sterke punten jouw 5 beste. Ja. Maar dat zegt nog niet zoveel over hoe goed je daarin bent of kunt worden ten opzichte van anderen. Dat zegt alleen maar dat het jouw 5 sterkste punten zijn. Maar goed, dus er is dus dan verschil. Zou het kunnen zijn dat iemand die dezelfde sterkste punten heeft als een ander, dat veel minder kan. Absoluut. Als je ze zou observeren naast elkaar dan een ander. Ja. Omdat die dat minder ontwikkeld heeft als competentie, of dan omdat daar minder talent onder ligt. Exact. Juist. Nu kan het natuurlijk ook zo zijn dat je voor je werk, of iemand in jouw groep of iemand in je team voor zijn werk dingen moet doen, waar die misschien dus wel geen talent voor heeft. Ja. En die ook niet kan. Nee. Ja. Nee, dus naar. Wat dan? Stel iemand zit nu te luisteren en die denkt, nou ik heb er wel 5 in mijn team. Die bepaalde dingen niet doen of niet kunnen of niet willen. Wat? Ja. Helene, help ons eens even. Nou ja, ik zou als eerste zelf gaan kijken, is er misschien een mogelijkheid om datgene wat iemand niet kan, omdat hij er gewoon en ook echt geen aanleg voor heeft, of dat misschien naar een ander kan, die daar juist heel veel aanleg voor heeft, die dat heel leuk vindt, die dat heel goed kan. En dat kan vaker dan je denkt dat het kan. Mm. Dus dan ga je gewoon een beetje uitwisselen. Jij kan heel goed met een klant praten en hem adviseren. Maar als het project eenmaal uitgevoerd moet worden, ben je helemaal 3 keer nergens. Een ander kan het misschien andersom hebben. Die kan misschien heel goed zijn in het uitvoeren van dat project. Yeah. Maar is niet helemaal op zijn best in een conversatie met de klant. Dus als het nou zo makkelijk zou liggen, zou je zeggen, nou, dan doe jij toch al die klantgesprekken, jij doet toch alle projecten. Nou weet ik echt wel dat dat niet overal zo makkelijk kan. Maar ik denk dat het wel moeite loont om overal te kijken, kunnen we daar iets mee? En dan hoor ik nu de sommige managers in mijn hoofd die dan zeggen, ja, maar er zijn ook klussen die niemand leuk vindt. Moeten die naar de slimmeel van de afdeling? Nou, dat zou ik dan precies niet helemaal doen eigenlijk. Nee, want maar, niet leuk vinden is natuurlijk iets anders. Niet hè? Leuk vinden is iets anders. Maar wat wel is, is dat er inderdaad dingen zijn die je misschien niet kan, maar die wel
onlosmakelijk verbonden zijn met de rol die je hebt. Ja. Waarvan je dus niet kan zeggen, geef het aan een ander. Ik zeg maar wat, je hebt een chirurg die kan fantastisch opereren. Ja. Maar helaas is zijn communicatie, dat gaat niet zo lekker met de patiënten. Want hij heeft jammer genoeg een totaal gebrek aan inlevingsvermogen. Ja. Dus die zegt daar de meest vreselijke dingen. En die patiënt die hangt eigenlijk anders erboven als die nog niet eens geopereerd is. Ja. En dan kan je niet zeggen, weet je wat, we zetten er een coach naast. En die gaat even alles wat die chirurg zegt vertalen in iets leuks en troostvols en wat dan ook. Dat gaat gewoon niet. Nee. Dus in dat geval moet je gewoon zeggen, ja, die moet dat echt tot op een bepaald niveau brengen. Ja. Maar verwacht dan niet dat hij er een 10 van maakt. Laten we dan stoppen bij een 6. Weet je, hij is een briljant chirurg. Dat is wat hij in principe moet doen. Maar dat beetje moet hij er ook wel bij kunnen pakken. Ja, of je zet er dus iemand naast die uitlegt, luister, hij is de beste in zijn vak. Alleen als je gaat praten, denkt iedereen dat hij nu overlijdt. Ja. En dat het ook gisteren al gebeurd was. Dus daarom zit ik erbij. Want ik vertaal even wat hij zegt. Nou ja, als dat kan, is dat leuk. Maar als dat nou niet heel goed kan, dan zou ik zeggen, laat die man toch proberen om iets zelf toch nog te ontwikkelen. Ja, tenzij natuurlijk die chirurg zo verschrikkelijk goed is. En niemand anders het kan. En er best wel veel patiënten zijn die geholpen moeten worden. Dan zou het misschien zo kunnen zijn dat ze zeggen, oké, dit is zoiets belangrijks. Wij zetten hier iemand naast. Die betalen we ook nog fulltime. En die gaat jouw gesprekken voor je voor. Ja, dan heb je over een soort exceptionele situatie. Nee, dat kan. Ja. Dan zou het kunnen. Ja. Maar dan zou die chirurg inderdaad misschien wel heel veel filmpjes moeten opnemen hoe goed hij het kan, zodat allerlei mensen met wel inlevingsvermogen in elk geval een 8 kunnen halen op waar hij een 10 haalt. Laat zijn talent daar dan voor gebruiken. Precies, ja, creatief met talent. Nou, dat. Ja. Bijvoorbeeld. Oké, dus als je iemand in je team hebt of iemand in een groep die ergens echt geen talent voor heeft, dan is de eerste suggestie, probeer te kijken naar, kun je differentiëren in taken, zodat hij datgene niet hoeft te doen. Ja. Zijn er nog meer manieren om hiermee om te gaan? Nou ja, de tweede volgens mij die ook net genoemd is dus, ga iemand dan laten ontwikkelen tot het minimaal acceptabele niveau, wetende dat wordt nooit beter. En ga dan ook niet zeggen, daar moet je dus iedere dag in oefenen, want dan gaat iemand een totaal depressie in. Nee, en je kan misschien ook nog wel een beetje in de toekomst kijken en denken, hoe lang, hè, want je had het er net over, heel veel competenties zijn straks eigenlijk helemaal niet zo nuttig meer. Ja. Dus je zou ook nog kunnen kijken, hoe lang moet iemand dit nog kunnen? Mm. En ga ik er dan moeite in steken? Of kunnen we aannemen dat over een half jaar de dingen weer zo anders zijn? Laat maar even zitten, die kan dat nou even gewoon niet zo heel goed. Maar straks zijn we weer uit de brand. Je kan ook nog. Ja, eigenlijk een beetje uitzitten. Ja, het klinkt een beetje treurig natuurlijk. Ja. Maar ik zat even te denken aan bijvoorbeeld, weet ik wel, een fietsenmaker, die moet een band kunnen plakken. Maar tegenwoordig zijn er al lang banden. Die bestaan uit mini 10.000 luchtkussentjes. En die hoeven helemaal niet geplakt meer te worden. Dus als we ervan uit kunnen gaan dat over 3 maanden... Alle fietsenbanden zo zijn. Ja, moet ik dan nu nog ongelooflijk gaan hakken op die fietsenmaker die band niet zo netjes plakt? Ja. Ik zeg even maar wat. Ja. Dus wat dit denk ik betekent voor onze luisteraars, hè, voor de L&D'ers en de trainers in het land, is dat stel je krijgt een aanvraag van ons hele team, dit hele team moet dat leren. Ga dan denk ik altijd eerst vragen, is dat echt waar? Moet echt dat hele team dat leren? En betekent dat ook echt dat dat hele team het nog echt niet kan? Ja. Of zijn er misschien 3, 4, 5 mensen die het al heel goed kunnen? En moeten die dan niet misschien gewoon de training geven? Ja, mooi. Je bent wel je brood kwijt, maar moreel gezien is dat misschien een hele goede vraag. Ik denk ook dat je kunt stilstaan en kunt vragen, tot welk level wil je mensen brengen? Ja. Want stel dat er mensen in die groep zitten die daar dus 0 talent voor hebben, tot welk level ga ik ze dan brengen? En dat je misschien het gesprek daarover moet hebben van, wat is het minimaal acceptabele level waar je wil dat ik ze heen breng? Ja. Ja. Dat kan denk ik ook een hele goede vraag zijn die je als trainer stelt. In plaats van alles voor iedereen. Alles voor iedereen, wasstraat en we rammen je erdoor. Ja. En dan aan het eind denken, nou wat raar dat die het heel erg goed oppakt en die helemaal niet. Ja, ja dat hoor je veel hè, na besprekingen van trainingen. Dan is het de trainer met de klant of de manager te spreken. Ja, die deed het echt heel goed, die deed het goed. Ja, en die heeft nog wel wat hulp nodig. Ja. En dat is dus eigenlijk een conclusie over, wie had er hier een talent voor? Ja. Alleen dat wordt nooit, ik denk dat nooit zo benoemd wordt. Ik denk dat er nooit zo gezegd wordt, die deed het zo goed. Ik denk dat hij hier echt een talent in is. Ik denk dat er eerder wordt gezegd, degene die het niet goed deed, dat had ik al verwacht. Ja. En ik denk ook dat als het vanuit talent wordt belicht, van ja, dat kon ook niet anders, want die heeft daar geen talent voor. Laat ook maar zitten ook. Ja. Dus dat er ook niet dat misschien wel een slecht gegeven training
die geen impact maakt, wordt weggeschreven naar de talentloosheid van de groep. Dat is wel triest. Als dat gebeurt. Ik word wel verdrietig. Ja. Ja. Er is altijd hoop. Er is hoop. Maar voor alle LND'ers, neem iets mee over... Als er geen talent onder zit, dan betekent het dat je het minder kunt ontwikkelen. Of in elk geval minder snel. En waarschijnlijk ook minder vrolijk kunt ontwikkelen. Ja. En hou die talentcomponent nou eens in de gaten. Ook als je bezig bent met competenties. Ja. Ja. We gaan hem afronden. Ja. Jan-Peter, wat heb je allemaal geleerd? Wat hebben we allemaal gezegd in vredesnaam? Wat een hele mooie distinctie was tussen de competentie en talent. Hè? Competenties is dat je nu kan. Die zie ik nu ook nog scherper hoor. Ja. Dank je wel, Helene. En, ja. En talent is iets dat je dus in je zit. Dat zich kan uiten in een competentie. En dan kun je er waarschijnlijk ook nog heel goed. Ja. Dat vond ik een hele, hele duidelijke. Ja. Ik denk dat in de L&D-wereld nog lang niet zo duidelijk gemaakt wordt, dat onderscheid. Nee. En wat denk ik verder goed is om te realiseren, is dat talent dus relatief is. Dat je, als je talent hebt, heb je dus een grotere aanleg om iets goed te kunnen dan als je dat talent niet hebt. Ja, en dat het ook je dan sneller en makkelijker afgaat. Ja. Omdat daar iets vrijkomt waar je bijna geen woorden voor hebt. Ja. Nou, ja, zo is het. Prachtig. Mooi toch? En stel waarom vragen. Als je nu al wel iets goed bent in iets, stel veel waarom vragen om te kijken. En hoe zit komt daar dat dan? Waar komt dat dan vandaan? Waarom dan? Ja, waarom kun je dat goed? Leuk. Ja, en dus niet alles voor iedereen. Nee. Nee, want je hebt gewoon mensen met talenten en mensen op dat gebied zonder talenten. Ja, of mensen met andere talenten. Ja, precies. Ja. Ja. En ook talentloze mensen. Ja, dat kan. Ja. Ja, het kan wel. Kan wel. Maar daar gaan we het niet over hebben. Nee. Dat gaat tegen mijn visie op leren. Nee, maar dat is ook onzin. Iedereen heeft natuurlijk altijd iets waar hij iets moois mee kan in het leven. Helene, mag ik jou danken voor je bijdrage en je komst? Nou, ik vond het hartstikke leuk om hier te zijn. Mooi onderwerp. Super. Iedereen heel erg bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com of volg ons op onze socials.